3, 2, 1. Dat zie je niet elke dag toch. Ik zou graag eerst voordat ik sterf zo'n reisje willen maken. Dit is uniek. Van zeilschip naar stoomschip naar motorschip naar op afstand bestuurschip. Ja. Dit is wel een moment. Het havenbedrijf, normaal gesproken bestellen ze de boulders in China. Dat duurt dan 6 maanden voordat ze die boulders hebben. En nu kunnen we het lokaal maken. Voordat het echt een schelpdierrif is, dan zijn we een behoorlijke tijd verder. En wat je dan ziet is een enorme rijkdom van andere wieren en andere schelpen en ook de beesten die van die schelpen leven. Die zie je dan eigenlijk verschijnen. Een havenspoorlijn die veel beter doorstroomt. 4 kilometer tracé gelegd, inclusief 2 boogbruggen, op tijd opgeleverd. Echt professioneel vakwerk van een hele hoop collega's. Ik ben er trots op. Wij mogen er met z'n allen heel erg trots op zijn. Wat mij betreft is de volgende regering echt wel aan zet om met voldoende wetgeving en met voldoende geld te komen om ondermijnen in Nederland te bestrijden. Te beginnen met de haven van Rotterdam. We hebben hier een camera onder zitten die zowel normale beelden als infraroodbeelden kan laten zien. Op een goede dag kunnen we wel 3 tot 4 kilometer inzoomen. Er staat een grote uitdaging hier naar de transitie, digitalisering, concurrentie. We hebben echt wel grote opgaven en daar hebben we gewoon talent voor nodig. Ja, nou Reuzenburgsluis, u bent in de sluis. Ik werk bij Samskip, Logistics Benelux en ja, we hebben echt gigantisch veel werk gedaan. 2021 is een topjaar. We hebben veel werk verricht in de Rotterdamse haven met deze nieuwe machine. In 2021 van start-up naar skill-up. Ik heb veel gewerkt en niet stilgezeten. Ondanks de pandemie en de stremming in het Suezkanaal hebben we in 2021 mooie cijfers behaald in het hele havencomplex. Daarnaast hebben ze fantastische stappen gezet op het gebied van digitalisering en energietransitie. De hele keten en alle bedrijven en alle professionals hebben keihard samengewerkt om de haven open te houden, efficiënt te houden en kwaliteit van diensten te leveren voor onze klanten, voor Nederland, voor Europa. Ik ben u daar bijzonder dankbaar voor. Ik rij op LNG-gas, ik vervoer LNG-gas, bevoorraad tankstations met LNG-gas. En daarmee maken we er voor 2022 een mooi schoon jaar van. Met z'n allen er tegenaan en we gaan ervoor. Als ik een wens mag hebben voor mensen in de haven, dan hoop ik echt dat ze elke dag met plezier naar hun werk gaan. Dat zij hele mooie vooruitgangen kunnen boeken. Iedereen in de haven, de beste wensen voor in 2022.